En de KNAW roept ook op in eerste instantie de collega's, de andere wetenschappers, de eigen instituties, om die wetenschappers te steunen. Want we willen natuurlijk onze stem niet laten verdwijnen uit dat publieke debat. Maar het is absoluut een punt van zorg dat elke keer benoemd moet worden en waar wij, denk ik, allemaal geluid over moeten maken. Hoe onwenselijk en eigenlijk schandalig het is dat het nodig is dat we, dat we ons daarmee bezighouden. Later in de zomer hebben we samen met het Landelijk Netwerk voor Vrouwelijke Hoogleraren een enquête gedaan onder 6000 wetenschappers in Nederland om te kijken wat nu de bredere effecten waren. En daaruit bleek eigenlijk nogmaals dat onderzoek vooral het kind van de coronarekening werd. Het onderwijs ging door, de colleges bleven draaien, leidinggevende taken ook wel, maar onderzoek, daar is echt fors op ingeleverd. En uit onze enquête bleek verder ook dat dat nog het sterkste gold voor onderzoekers met jonge kinderen thuis. Nou, dat is niet helemaal verrassend, want met baby's, peuters, kleuters en basisschoolkinderen aan je been of aan de keukentafel is het moeilijk om onderzoek te doen. Dus we zijn heel blij dat er nu vanuit het Nationaal Programma Onderwijs van minister van Engelshoven geld is gekomen om juist deze onderzoekers te compenseren voor de opgelopen vertraging. Maar we denken ook dat de uitkomst nog onzeker blijft. Er dreigt wel een deel van een generatie jonge wetenschappers door deze crisis verloren te gaan voor de wetenschap, samen met hun kennis en de mogelijke toepassingen daarvan. Dus we krijgen wel meer tijd ook degenen die door willen zetten en kunnen zetten, die niet gestopt zijn of het pijltje ben hier gegooid hebben. Die ja, inderdaad wel door. Zeker. Ja, nee, daar is geld voor, gelukkig. Ja. En hoe ga je dat oplossen met de volgende generatie wetenschappers, postdocs, want die plaatsen worden natuurlijk ook wel weer door die tijd wat langer ingenomen. En mensen gaan misschien niet een jaar extra wachten voordat ze hun wetenschappelijke carrière gaan voortzetten. Ook al zouden ze daar normaal gesproken wel toe geneigd zijn. Ja, ik denk dat dat een hele goede vraag is. Ik weet het antwoord nog niet. Ik denk dat we dat moeten zien, omdat er vaak ook pas over een aantal jaar zal blijken. Zelf denk ik ook vooral dat mensen die zijn begonnen tijdens deze coronacrisis eigenlijk misschien wel de meeste problemen oplopen, omdat ze nooit hebben kunnen starten. Maar dat blijft nu nog een beetje onder de radar, omdat die nog een aantal jaar hebben om hun werk af te maken. Dus ik denk dat de gevolgen gaan echt nog een aantal jaren duren voordat we die allemaal echt in zicht in beeld hebben. Ja, dus dit is natuurlijk een grote zorg van de hele academie, dat we niet met een lost generation te maken krijgen doordat die vertragingen vroeg beginnen. En hoe lang uilt dat na? Dus dit is iets waarover gepraat wordt en waar voorlopig niet een hele gemakkelijke oplossing voor is, omdat we ook nooit helemaal zeker weten hoe die crisis zich ontwikkelt. Toen wij in maart hoorden dat er een lockdown ging plaatsvinden, besloten we eigenlijk als onderzoekers meteen om de coronacrisis zelf te gaan bestuderen. En zie je dan ook een verschil gaandeweg door de crisis heen? Zie je dan ook een verschil in complottheorieën in die tijd? Of, In de eerste golf waren die complottheorieën wel aanwezig, maar nog niet zo prominent. Het wordt eigenlijk steeds erger. Hè? Net als elders in Nederland kwamen we in maart thuis te zitten in de lockdown. En eigenlijk in de eerste week was mijn collega Marvin Tanenbaum, ook groepsleider op het Hubrecht, die aan de bel trok bij alle groepsleiders op het Hubrecht en zei, jongens, ik word hier totaal gefrustreerd van alle verhalen dat Roche-buffers op zijn en dat testen zo moeilijk is. Wij hebben de kennis, laten we in godsnaam wat doen, PCR is geen rocket science. Wat is de inzet van de Beast of van Strip in andere virale omstandigheden, andere virussen? Is dat, kan die één op één overgenomen worden voor andere ziektes, andere crises? In principe, het is een PCR-apparaat. Dus je kan hem voor alle diagnostiek. We hebben bijvoorbeeld met RIVM ook overleg over hoe die zou worden ingezet kunnen worden in tijden van geen pandemie. Ja, het beschermerschap van de academie is iets wat mij op 30 april 2013 overgedragen is van mijn moeder. Maar het is wel een van de allerleukste beschermerschappen die ik heb, moet ik zeggen. En juist om in contact te komen met de wetenschappers in alle verschillende instituten elk jaar, is altijd gewoon een feest.